en Iwan Wijngaarden, voorzitter Federatie voor Afrikaans Renamang, vinden erkenning voor het slavernijverleden door koning Willem-Alexander geweldig. Maar minder blij is hij dat de koning praat over een koloniaal verleden. De Nederlandse vorst zei in zijn kersttoespraak onder andere dat pijnlijke wonden van het verleden geheeld kunnen worden, zelfs wanneer er heftige emoties in het spel zijn. Een goed voorbeeld hiervan is volgens hem het leed dat mensen is aangedaan in de koloniale tijd. De koning sprak over de slavernij in zijn kersttoespraak. Het afgelopen jaar hebben mijn vrouw en ik met mensen van alle leeftijden over dit onderwerp gesproken. Onder wie nazaten van mensen die een aantal generaties terug leefden in slavernij. In het komende herdenkingsjaar zal dit onze aandacht houden. We blijven betrokken. Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld. Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid, die de slavernij was, te erkennen, leggen we wel een fundament onder een gezamenlijke toekomst. Een toekomst waar we ons teweer stellen tegen alle hedendaagse vormen van discriminatie, uitbuiting en onrecht. De door de regering aangeboden excuses zijn het begin van een lange weg. Laten we elkaar blijven vasthouden, ook in heftige tijden, met sterke emoties. Wijngaarden vindt echter dat Nederland moet begrijpen wat het slavernijverleden betekent en wat het teweeg heeft gebracht voor de nazaten. Hij wijst erop dat bij gesprekken met Nederlanders is gebleken dat zij niet begrijpen dat we nog last hebben van het slavernijverleden. Maar wij nazaten kunnen dat wel. We hebben het meegekregen. Onze voorouders hebben het doorgestuurd naar ons toe. En ze hebben ons ook opgevoed. En die opvoeding maakt dat wij een grote achterstand hebben ten aanzien van de anderen. Want het slavernijverleden is het nogmaals het duidelijk ontnemen van de identiteit van iemand. De persoon is een inventarisstuk. Je moet doen wat ze zeggen. En alles wat jou sterk maakt, dat is inderdaad je beschaving. We zeggen cultuur is, maar ik zeg altijd, het is een beschaving, omdat cultuur vaak samengaat met religie en beschaving. Dan praat ik meer over beschaving. Dat is je identiteit. Als je dat ontnomen is, ben je eigenlijk, je wappert van links naar rechts en dan kan men enorm veel kwaad met je doen. Je bent een zwak persoon. En als het kort gebeurt, in een korte periode, maar dit is zeker 8 generaties lang, 250 jaar. En het is daarna, is er geen evaluatie gemaakt, hoe gaan we verder? Dus in feite is niet 250 jaar, het gaat door eigenlijk tot heden. Want we hebben niet stilgestaan van wat gaan we dan doen na afschaffing van slavernij. Volgens Wijngaarden maakt het niet uit hoe hoog een nazaat is ontwikkeld, omdat die door de witte persoon altijd als iets minder gezien zal worden. Hij meent daarom dat Nederland bewustwordingsprogramma's moet ontwikkelen om de bevolking aldaar te onderwijzen over de slavernij en de effecten daarvan. Ook wijst Wijngaarden erop dat in de afgelopen periode veelal is gesproken over herstelbetalingen, maar volgens hem gaat het over moraal en ethiek die kapot zijn gemaakt bij nazaten van tot slaafgemaakten. En dat moeten we herstellen. En dat moeten we, als je zegt dat we samen moeten doen, prachtig, maar het moet uit het hart komen. Het klinkt wel als het uit het hart komt. Maar zijn onderdanen het niet als zodanig aanvoelen, en die zijn de werkers, die moeten de dingen regelen, en dan gaat het niet komen. Dus er moet een behoorlijke campagne zijn aan de Nederlandse zijde, om hun achterban, zeg mensen, de Nederlanders, te informeren wat voor kwaad ze gedaan hebben, en hoe de doorwerking gaat door naar de mensen in al die 6 streken, zeg maar, waar ze het slavernijverleden hebben toegepast, tot de Indonesiërs zelf. Dus dat moet dus goed gezegd worden. Men praat het zo vrij, het lijkt wel dat men goed erover praat, met diepte, maar toch, men gaat het er sneller overheen.
Wijngaarden ziet graag dialoog onder Surinaamse Afro-Surinaamse organisaties over het slavernijverleden. En ieder heeft zijn eigen mening, maar dat moet volgens Wijngaarden geen reden zijn om een gezamenlijke strategie te kunnen formuleren.